hoe kun je iemand helpen die door een ongeluk een blauw oog heeft opgelopen? Als de oogbol zelf niet rood is, dan is waarschijnlijk met een sisser afgelopen en dan kan je koelen met een koude wasdoek tegen de pijn. Het is wel belangrijk dat je tijdens het koelen niet te veel druk geeft op het oog zelf. En krijgt het slachtoffer opeens heel veel pijn, of gaat hij wazig zien of kan er niet meer tegen het licht in kijken, of je ziet een scheur in het ooglid, dan is het belangrijk dat je meteen contact opneemt met de huisarts. Als er ernstig oogletsel is, dan is het belangrijk dat je de druk in het oog zo laag mogelijk houdt. En daarom mag het slachtoffer niet bukken of plat liggen, maar moet het hoofd rechtop blijven.